Deze sessie is onderdeel van het docentencongres, wordt aangeboden vanuit het programma Voortgezet Leren. En momenteel zit je bij de inspiratiesessie Social Media in de Klas, zet het strategisch in, die Marit Monsanto voor ons zal verzorgen. Mocht je vragen hebben tijdens de sessie, stel ze dan vooral in de chat. Na afloop van de sessie kun je ook altijd nog je vragen stellen op Eduwaldo. Goed om te weten, deze sessie wordt opgenomen voor herhaling in de avond. Andere deelnemers kunnen dan terugkijken en nog vragen stellen via de chat. Een aantal keer in deze sessie zal Marit een reactie van een deelnemer vragen. In de chat kan je dan aangeven als je wilt reageren. En Luc nodigt je dan uit om je beeld en geluid te delen in de sessie. Ook in de herhaling kom je dan in beeld. Ik wens jullie ontzettend veel plezier tijdens deze sessie met Marit. Ja, dankjewel Jorica. Nou hebben jullie mijn naam al gehoord, maar ik wil eigenlijk heel ongewoon starten door mezelf niet voor te stellen, maar meteen de diepte in te gaan en jullie uitnodigen om naar Mentimeter toe te surfen. En dat doe je door naar menti.com te gaan en daar de code in te voeren die straks op het beeldscherm te zien is. En dan wordt je een vraag gesteld en ik wil je dus vragen om in de komende 2 minuten zoveel mogelijk informatie van mij te verzamelen. Dus ga naar menti.com. En vul de volgende code in, 2549740. Dus de code is 2549740. En daar krijg je een vraag voor je. En die vraag is, wie ben ik? Dus wie heb je nu voor je in deze sessie? Verzamel zoveel mogelijk informatie over mij en deel dat via de Mentimeter. Je hebt je dus aangemeld voor een inspiratiesessie om social media te integreren in jouw onderwijspraktijk. En je snapt natuurlijk al dat dit een eerste werkvorm is die je goed kan gebruiken in de klas. Ik heb het zelf vaak gebruikt, zeker bij de opening van het jaar. Dan zocht ik van tevoren informatie op van mijn toekomstige studenten. En dan vond ik het wel zo ver dat als ik informatie ging delen in de klas, dat zij dan mij vervolgens ook mochten opzoeken. En dan gebruikte ik dat als gespreksstarter om het te hebben over wat is er online eigenlijk allemaal te vinden. En heb je daar eigenlijk zelf in te bepalen. Want er is genoeg informatie die je misschien zelf deelt via social media. Maar het kan ook een trotse opa of oma zijn of een rijschoolhouder die wil laten weten dat er weer een geslaagde is of een sportclub die bepaalde gebeurtenissen deelt. En dan heb je daar niet zelf altijd evenveel zicht op. Dus deze werkvorm gebruikte ik vooral als gespreksstarter. En daarin moet je natuurlijk wel een beetje opletten met wat je precies vindt en deelt. Ik deed dat dan globaal. Dus ik liet dan weten in de klas van zoveel mensen spelen een bepaalde sport. Of deze artiest is heel erg populair in deze groep. Hè. Het is natuurlijk, moet natuurlijk wel binnen de perken blijven. Maar dat werkte altijd wel heel erg goed en ze vonden het ook heel erg leuk om dingen over mij op te zoeken. Ik hoop trouwens dat het jullie ook lukt. Als je informatie weet te vinden, deel dat dus via menti.com. En dan die code die in het beeld staat, die vind je bovenin. Ik zie nu in ieder geval dat mijn functie gevonden is. Ik ben inderdaad programmamanager, daarover straks meer. Maar misschien dat jullie nog wel meer informatie over mij weten te vinden. Ik heb expres wat dingen openstaan, zodat er wel wat te delen valt. Dus kijk vooral even rond. En ik zou zeggen, alles mag erop komen. Als het goed is, heb ik daar zelf goed in geselecteerd. Dus ga naar menti.com en gebruik die code 2549740. Ik hoop eigenlijk dat jullie meer kunnen vinden dan alleen mijn functie. Iets met tuintegels in Den Haag. Oh, grappig. Dat weet ik zelf niet. Het maakt me alleen maar nieuwsgierig. Dit ga ik zelf nog even opzoeken. Je kan dus uitkomen op mijn LinkedIn profiel. Maar ook op mijn Instagram account. Die heb ik ook even openstaan voor nu. En dan zie je inderdaad dat ik van reizen hou. Nou ja, dat is alweer even geleden. Dat moeten we nu met z'n allemaal al even laten. En ik werk inderdaad voor het Practoraat Mediawijsheid, wat een samenwerking is van de 4 Amsterdamse mbo-instellingen.
Daar gaan we straks ook naar kijken, want de producten die door hen worden gemaakt, die ga ik met jullie delen. Betekent ook, aangezien ik werk voor het mbo, dat ik misschien af en toe zeg studenten, of dat ik het heb over het mbo. Maar ik ben echt van mening dat dit thema wat we vandaag bespreken, dat dat ook heel erg aansluit bij het voortgezet onderwijs. En dat jullie ook zeker wel het materiaal kunnen gebruiken in je eigen lespraktijk. Nou ja, voor nu denk ik dat het idee van deze werkvormen voldoende is gedeeld. Dus ik ga deze weer afsluiten en dan ga ik naar mijn presentatie toe, net hetgeen wat ik met jullie wil delen. Ik ga straks dus wat meer vertellen over het Practoraat Mediawijsheid en wat het precies is en wat jullie eraan kunnen hebben. Ik gebruik allerlei voorbeelden en dan gaan we even kort aan de slag. Want ik wil van jullie natuurlijk ook wel weten hoe je de opgedane kennis gaat gebruiken. Eerst dat Practoraat Mediawijsheid. Ik zei net al even, het is een samenwerkingsverband tussen de vier Amsterdamse mbo-instellingen. Nou, hier zie je allemaal leuke lachende gezichtjes naar je kijken. Dit zijn docenten en onderwijskundigen die elke week aan de slag gaan met een eigen leervraag rondom digitale didactiek. En vanuit die leervraag worden er producten opgeleverd. En die producten, die delen wij dus op onze website. En met die producten wil ik vandaag aan de slag gaan. En dat zijn dus ook dingen die jullie kunnen gebruiken. Als je naar de website toe gaat, dat is mbomediawijs.nl, dan vind je daar bijvoorbeeld allemaal lesbrieven. En er staan er nu zo'n ruim 150 op. En dat lesmateriaal, dat is vrij te gebruiken. En wanneer je naar die lessen toe gaat, dan zie je dus dat je ze kan indelen. Je kan een splitsing maken op basis van thema bijvoorbeeld, of op niveau. En dan krijg je dus een suggestie over alle lessen die wij voor jou hebben gemaakt. Dus die vrij te gebruiken zijn. Nou, als je dan eens zo'n les opent, dan zie je hier ook, wat nu op het scherm te zien is, een indeling. Dus je kan zien hoe lang duurt zo'n les, voor welk niveau is het bedoeld. Waar vindt het aansluiting mee? Dus bijvoorbeeld met Nederlands of met SLB. Wat is het doel van zo'n les? En we verwijzen vaak naar externe bronnen. Dus bijvoorbeeld ook naar educatieve tools. En je ziet in dit voorbeeld, zie je onderaan staan Padlet. Dat is zo'n educatieve tool. Als je nou denkt van, hey, wil ik wel gebruiken, maar ik weet eigenlijk niet hoe ik dat kan gebruiken. Dan zie je bovenin in het menu staan EduTools. En als je daar dan weer op klikt, dan vind je allerlei instructievideo's. Dus we helpen je graag verder om dit ook werkelijk zo compleet mogelijk in te zetten in de les. Nou, gaan we even inzoomen op een paar van die lessen. Want je vindt daar bijvoorbeeld deze les, omgaan met sociale media. Waarin het gaat over de vrijheid van meningsuiting. En in hoeverre dat begrensd is. En dan zie je dat er bijvoorbeeld wordt verwezen naar de Amerikaanse talkshow host Jimmy Kimmel. Die als segment in zijn show Mean Tweets heeft. En bij Mean Tweets zijn het bekende Amerikanen die Twitterberichten voorlezen die aan hen gericht zijn. Dus gemene berichten die over hen gaan. Een vergelijkbaar iets is dat een Belgisch programma ooit berichten vanaf social media in het echt ging nadoen. En dan vervolgens omstanders ging vragen wat ze daar nou van vonden. Bij beide voorbeelden is het in ieder geval te merken dat het gaat om, als je iets uit de context haalt en het opnieuw bestudeert, wat vinden we er dan eigenlijk van? Veel informatie dat online wordt gedeeld, daar voelt men zich niet echt verantwoordelijk voor. Je kan maar alles zeggen en vinden online. Maar ja, wat is daar nou eigenlijk het effect van? En moeten we dat allemaal maar accepteren? Dan kan je misschien denken dat deze lessen, dat het heel erg gaat over het waarschuwen en de negatieve kant van sociale media, maar dat is het zeker niet. Het gaat er meer om dat jongeren in kunnen zien hoe ze sociale media kunnen gebruiken en wat het effect kan zijn. Dus in dit geval, dit voorbeeld wat ik nu geef, nou, dan kan je zien dat het ook negatieve gevolgen kan hebben. Maar het gaat ook heel erg over het bereik van sociale media. Nou, wat zou je hier nou kunnen doen? Je zou bijvoorbeeld een werkvorm kunnen inzetten waarbij je leerlingen laat debatteren via Twitter. En dat je ze bepaalde hashtags laat gebruiken. En dan heb je allerlei voorbeelden van tools waarmee je weer kan meten wat het bereik is van zo'n hashtag. Dus dat je dan van tevoren meegeeft aan de leerlingen van, nou, ik wil dat jullie er voor een bepaalde hoeveelheid dagen of misschien zelfs wel een hele schoolweek voor zorgen dat dit onderwerp trending is. Of in ieder geval zo'n een bepaald bereik heeft bij zoveel mensen.
Dan kunnen ze dat zelf ook gaan bijhouden. En dat kan ze natuurlijk ook weer enthousiasmeren om meer content te delen en ervoor te zorgen dat het ook werkelijk gaat leven online. Maar dan leren ze dus ook echt inzien van, oké, als je iets online plaatst, dan is dat niet zomaar in het luchtledige. Maar dat lezen mensen en dat wordt geretweet en daar wordt weer op gereageerd en dat wordt geliked, et cetera, et cetera. Dus dan zien ze echt het effect van sociale media. Dan moet je dat natuurlijk wel doen binnen een bepaalde context. De school heeft bepaalde richtlijnen, maar vanuit de AVG natuurlijk ook. Dus ik zou je niet aanraden om de leerlingen dat vanuit een eigen account te laten doen, mochten ze dat hebben. Of eentje te laten aanmaken vanuit een persoonlijk e-mailadres. Wel zou het wellicht kunnen vanuit de school, dus dat er schoolaccounts zijn. Of je kan ook iets gebruiken zoals 10-minute mail. Dan maak je een account aan en dan is het verder niet gelinkt aan een persoon of aan persoonsgegevens. En dat e-mailadres, dat verdwijnt weer. Nou, zulke soort tips, die delen we dus op onze website. En dan kan je toch op een goede manier social media inzetten in jouw lespraktijk. Waarschijnlijk wel herkenbaar voor jullie, maar mijn studenten die bewegen zich vooral op Snapchat en TikTok. En dan zijn andere platformen zoals Twitter, wat ik net noemde, of LinkedIn, dat is toch al wat minder bekend. Maar ook daar, van Snapchat en TikTok, kan je dingen gebruiken die interessant kunnen zijn voor de eigen lespraktijk. Zo zijn verschillende campagnes op Snapchat heel erg interessant om te delen. Het Wereld Natuur Fonds had een hele grote campagne op Snapchat. Daar vroegen zij namelijk aandacht voor bedreigde diersoorten. En dat deden ze onder de hashtag, hashtag LastSelfie. En op een gegeven moment verdween dus de foto, de werking van Snapchat. En dan is dat niet meer te zien. En daarmee werd het bericht wat het Wereld Natuur Fonds naar buiten wilde brengen heel erg ondersteund. Want ja, dat dier dat gaat ook verdwijnen. En als we dat niet willen, dan zullen we in actie moeten komen. Dan zullen we iets moeten doen. En ik heb deze campagne in de klas laten zien, puur en alleen om het te hebben over waarom zou het Wereld Natuur Fonds nou gekozen hebben voor Snapchat, welke doelgroep bereik je daar nou precies mee, en hen erover laten redeneren van, in dit geval ondersteunde het bericht van het Wereld Natuur Fonds zelf en hoe hebben ze dat dan precies in werking gezet. Nou, je ziet aan de rechterkant zie je nog een tip staan als het gaat over TikTok. Want Abby Richards die ging een paar weken geleden viral omdat ze op TikTok een video had getoond over complottheorieën. En ik had je net een andere les laten zien en eentje daarvan dat ging dus over waarheidsvinding. Ja, als je het wil hebben over feiten en waar moet je op letten wanneer je informatie online opzoekt, dan kan het best ook wel eens zijn dat je het wil hebben over bepaalde complottheorieën. Misschien dat het ook wel leeft in de klas, dat verschillende leerlingen bepaalde zaken hebben gehoord over wat er zich allemaal wel niet afspeelt. Nou, dan heeft Abby Richards een bruikbare video voor je, want die heeft dus onder elkaar gezet welke complottheorieën er momenteel heel groot zijn, wat de verschillen zijn tussen die verschillende theorieën, maar ook welke overeenkomsten er zijn. En waarom ik haar noem, is omdat zij, maar ook vele anderen, zij spreekt gewoon heel erg tot de verbeelding. Ze is ongeveer de leeftijd van de leerlingen. Ze doet het op een hele laagdrempelige manier, maakt het visueel. En dat zou ervoor kunnen zorgen dat het jouw bericht ondersteunt. Nou, een van de vele tips dus die je zou kunnen gebruiken. Een ander ding wat me heel erg opviel toen ik voor de klas stond, is dat elke student die wou wel een influencer worden. Ik denk eigenlijk dat dat in het VO niet veel anders is. En ja, ik ga dat niet tegenspreken, maar het is dan wel goed om te weten wat dat precies inhoudt. Wat moet je daar precies voor doen? Wat betekent dat nou, hè, een influencer zijn? Want het beeld dat de meeste jongeren erbij hadden, dat was, nou ja, ik plaats elke dag een foto en dan vervolgens verdien ik bakken met geld. En zo werkt het natuurlijk niet helemaal. En vandaar dat ik lesmateriaal heb gemaakt om dat wat beter in beeld te brengen. Deze les gaat er enerzijds over dat je kan zien wat een influencer precies moet bereiken om een beetje leuk te kunnen verdienen. Maar het gaat aan de andere kant ook over welk effect levert dat op. Want het nastreven van bepaalde hoeveelheid volgers zorgt er misschien voor dat jij lekker betaald krijgt wanneer er een adverteerder bij je aanklopt. Maar het zorgt er ook voor dat er heel wat online volgers gewoon worden gekocht.
En dat het allemaal nep-accounts zijn waarmee bepaalde mensen hoog worden gehouden. Nou ja, daar verwijzen we dan ook naar. Dus als er lesbrieven zijn wat gaat over extern materiaal, dan vind je altijd een linkje. Zo zie je dat dus ook in deze lesbrief, want ik benoem de documentaire hashtag Follow Me van Nicolaas Veul. Dat is dan niet een linkje, maar die is te zien via de NPO. En daarin liet hij dus onder andere weten dat er heel wat ouders zijn inmiddels die voor hun kind online volgers kopen, om ervoor te zorgen dat dat kind dan heel veel volgers heeft en dat het daarmee een succesvol account kan worden. Nou ja, ook dit weer, het kan een goede gesprekstarter zijn, maar je kan ook zeggen, zoals verderop in deze lesbrief de suggestie is, laat ze maar eens naar die websites toe gaan waar je online volgers kan kopen. Wat kost dat dan? En wat koop je dan eigenlijk precies? Laat ze dat maar eens uitzoeken. Laat ze daar maar eens naar kijken. En dan is het ook goed om dat weer te vergelijken met wie volgen zij eigenlijk online? En waarom volg je die persoon? Wat is daar interessant aan? En wat zie je nou op zo'n account? Zo had ik hele gesprekken in de klas over het voorkomen van bepaalde reclame-items. En vind je het normaal dat verschillende influencers bepaalde producten promoten die misschien helemaal niet geschikt zijn voor de doelgroep? Deze discussie die doemt al wel vaker op, hè, maar als het gaat om bepaalde influencers, en zeker voor een jongere doelgroep, ja, moet dan bijvoorbeeld een energiedrank worden gepromoot, of moet het misschien toch gaan om andere zaken? En ja, heb het maar gewoon met de leerlingen over hoeveel reclame komt er precies voorbij en wat zien ze dan allemaal? Nou, dan kan een andere tip nog zijn dat je ze daar nog bewuster over laat nadenken door op Pinterest twee borden aan te laten maken. Eentje waarbij ze content verzamelen over wie ze online zijn en de ander bij wie ze offline zijn. Wel een hele moeilijke vraag, maar met de juiste sturing kom je wel uit op veel interessant materiaal. Waarbij zij echt nadenken over wat is nou eigenlijk dat verschil tussen mijn online en offline identiteit. En als er een verschil is, waarom bestaat dat verschil er dan? Zorgt in ieder geval in mijn beleving voor goede gesprekken. Andere tips zouden ook nog kunnen zijn dat je de leerlingen vraagt om via Instagram, als ze al op Instagram zitten, NOS op 3 te volgen. Zij hebben hele goede Instagram stories waarin zij uitleg geven over allerlei verschillende influencers en social media. Maar ook gewoon alledaagse nieuws. Zij zorgen er echt voor dat dat interessant wordt gemaakt voor jongeren. Ik begon zelf vaak de les met, nou, wat is er nu weer in het nieuws geweest? Wat volgens jou aansluiting heeft met mediawijsheid? En op die manier kon ik ervoor zorgen dat zij het begrip mediawijsheid, dat ze dat echt tot zich konden nemen, dat ze wisten waar het over ging en dat ze zelf ook een diepere laag daarin konden vinden. Net had ik het al eventjes over LinkedIn en Twitter, waarvan ik zei van, hè, dat wordt toch vaak niet gebruikt door jongeren, wat op zich niet erg is. Maar ik denk wel dat het goed is dat ze weten wat het precies is en wat ze eraan kunnen hebben. Zeker wanneer ze ouder worden, kan LinkedIn bijvoorbeeld wel heel erg interessant voor ze zijn. En dan kan je zoiets onder de aandacht brengen door ze bijvoorbeeld te vragen, kijk maar eens wie LinkedIn heeft gekocht. En wat heeft Microsoft daar nou voor betaald? En daar heb ik mijn studenten wel eens laten uitrekenen wat de prijs dan is per account. En die prijs, ik ga het je niet verklappen, want dat is natuurlijk niet leuk, maar is behoorlijk hoog. En dan heb je er vervolgens een gesprek in de klas over, maar ja, maar waarom dan? Wat doet Microsoft dan precies? Wat is hun doelgroep? Waarom is LinkedIn dan interessant? Wat moeten ze daarmee met die info? En van daaruit kunnen ze weer op zoek gaan naar, oké, wat doet Microsoft daar precies mee? Dus ook dit weer echt als een gesprek starten en dat ze gaan nadenken over de werking van sociale media. Ik gebruik ook veel materiaal van Netflix. Daar staan echt veel documentaires en series op met bepaalde maatschappelijke thema's die heel goed aansluiten bij de lessen die te vinden zijn op MBO Mediawijs. Je ziet ook daar verwijzing. Zo zijn er lessen rondom Black Mirror. Maar ook Audrey and Daisy en Cyberbully. En die laatste twee die gaan heel erg over cyberpesten. Dus zeker als dat een onderwerp is dat je binnen de klas zou willen bespreken, dan is dat een aanrader. Ik moet wel zeggen dat bij beide, de ene is een serie, de andere is een film, het onderwerp heel goed in beeld komt. Dus als het gaat om, als er iemand in je klas zit met een pestverleden, ga daar dan wel voorzichtig mee om. Maar het kan er ook voor zorgen dat er wat meer bewustwording komt over hetgeen dat online wordt gedeeld en wat het effect daarvan kan zijn.
Nou staan er dus online heel wat lesbrieven van ons en daar kan je gebruik van maken. En ik zei net ook al eventjes, als je gebruik wil maken van een educatieve tool, dan geven we daar ook uitleg over door instructie te geven. En een van die tools, die wil ik even uitlichten, want die kan zeker in context van mijn tips net wel interessant zijn. En dat is de tool ID Puzzle, want daarmee kan je bestaand materiaal interactief maken. Dus wat je dan kan doen is video's uploaden. En wanneer je dat hebt geüpload, kan je vragen toevoegen. En dan kunnen ze op hun eigen tempo, kunnen ze materiaal bekijken en dan die vragen weer beantwoorden. Nou, deze en dus ook andere tools vind je dus ook op de website van MBO MediaWijs. Voor nu vind ik eigenlijk dat ik wel even genoeg heb gepraat. Ik wil je vragen om naar Padlet toe te gaan. In de chat wordt er een link gedeeld. En dan zie je vervolgens, dan kom je op een bord terecht. En dan wil ik je vragen om bovenin de naam deelnemer te wijzigen naar jouw eigen naam. En dan vervolgens daaronder een kaart aan te maken. Dat doe je door op het plusje te klikken. En wanneer je een kaart hebt aangemaakt, wil ik je vragen om informatie te delen over de manieren waarop je social media kan inzetten in de les. Dat kan iets zijn wat je net hebt gehoord, dat je denkt, oh, dat vind ik interessant, ga ik gewoon proberen. Maar ja, ik ben ook van mening, ik zit hier nu toevallig achter de camera om kennis te delen, maar met z'n allen, deze hele groep, weten we meer dan ik alleen. Dus ik zou ook zeggen, als jij een andere tip hebt, deel die dan ook vooral. Dus laat het weten wanneer je een bepaalde werkvorm hebt, of bepaalde kenniscomponent waarvan je zegt, nou, dat is echt interessant voor leerlingen, dat moet je echt bespreken. Dan zet het vooral op het Padlet-bord. En dan wissel ik zo het scherm naar dat Padlet-bord. En dan gaan we samen kijken wat we allemaal aan informatie kunnen ophalen. Kijk, dus dit is dan dat bord. En ik zie al dat jullie goed bezig zijn voor de naam in te vullen. En laat daarna dus weten welke tips jij hebt. Misschien heb je zelf wel eens een keer een documentaire gezien. Ik weet ook dat er veel op de NPO wordt gedeeld als het gaat over mediawijze thema's. Ik zie iemand die zegt, ik gebruik Socrative, ook een hele leuke tool. Je kan daar toetsen in maken, maar je kan de leerlingen daarin ook laten racen. Ik weet niet of Victoria, degene die het heeft getiteld, ze dat wel eens heeft gedaan. Ik vind dat racecomponent, ik ben zelf heel competitief ingesteld, dus dat vind ik heel leuk. Maar is ook zeker wel iets waar leerlingen op aanstaan. En ik zie dat Dick Flipgrid gebruikt, ook zeker een hele goede tool. Ook om Flipping the Classroom natuurlijk toe te passen. En uiteraard, ja, die kan natuurlijk niet wegblijven van Netflix, Social Dilemma. Heeft in ieder geval bij de studenten, waar ik aan lesgeef, veel indruk achtergelaten. Ze schrokken daar best wel van. Al is een volgende vraag, dat vind ik dan altijd leuk, hè? Want dan te hebben over, ja, wat zou je nu iets veranderen aan je gedrag online? Dat was toch vaak nee. Maar er is in ieder geval iets aangewakkerd en ze hebben het er wel over. Dus dat vind ik al een enorme plus. Ik zie ook dat verschillende mensen Kahoot gebruiken. Is denk ik ook wel een populaire. Ik kan zelf het liedje niet meer horen, maar gelukkig kan hij het ook het deuntje uitzetten. En Lesson Up is ook zeker heel erg populair in het VO, weet ik. En in het MBO wordt er ook mee geoefend. Even kijken, Quizlet is er eentje die nog wordt gebruikt. En YouTube-video's ter ondersteuning van het huiswerk, dat ook zeker. Nou, ik zie dat jullie in ieder geval al heel wat mediawijze tools gebruiken. Dat is wel heel leuk om te zien. En fijn ook, denk ik, als we dat zo met elkaar delen. Ik hoop ook dat het inspireert voor anderen om bepaalde tools te gaan gebruiken in je eigen lespraktijk. Ik zie dat Martine die verwijst nog naar een Google Docs over hoe je een educatieve tool kan kiezen. Dat is heel erg waardevol. Ik heb het nu natuurlijk niet gelezen, maar ik kan me zo voorstellen dat het fijn is in het beslisproces om een beetje ondersteuning te gebruiken. Om te weten van hè, welke tool kan ik nou precies inzetten en waarvoor. Leuk trouwens ook dat Jolien aangeeft Kahoot zelf vragen insturen en dan presenteren via TikTok. Dat is ook wel een hele creatieve. Leuk ook dat TikTok daarvoor wordt gebruikt. Google Forms is er natuurlijk eentje die
ook heel leuk. Ik heb studenten wel eens informatie laten ophalen via Forms. Ik heb zelf al Microsoft Forms gebruikt. Maar als je ze dan laat zien, als je bepaalde data ophaalt en wat voor grafiekjes dat die aan de achterkant kan maken, dan waren ze echt van onder de indruk hoe je dat dan weer eruit kon laten zien. Dat vonden ze heel erg leuk. Ja, heel veel goede tips. En ik hoop ook dat dat helpt. En als je dus andere dingen zou willen gebruiken, dan zou ik ook zeggen, ga dus vooral ook naar de website van het Practoraat Media Wijsheid. www.mbomediawijs.nl. Daarop vind je dus verschillende tools en die lessen die je kan indelen op verschillende thema's. En dus zoals Martine met ons heeft gedeeld, hoe je een educatieve tool kan kiezen. En wordt daarin ook aangegeven dat je een bepaald thema kan selecteren, zoals bijvoorbeeld differentiatie of gamification. En dan zie je vervolgens welke tools daarvoor geschikt zijn. Dus dat kan je ook heel erg helpen. Ik hoop dat naast de inzet van bepaalde tools jullie ook wat hebben opgestoken voor de inhoud van de lessen. Dus welke kennis je zou willen delen. En op welke manier je dat eventueel zou kunnen doen. Dit was natuurlijk een kleine greep uit de hoeveelheid die op de website staat. Maar maak daar ook vooral gebruik van. Ik kijk ondertussen nog even in de chat of er mensen zijn die vragen hebben. Want misschien heb je wel een hele specifieke vraag over iets dat je wil gaan gebruiken in de les. Stel die dan vooral in de chat. Ik zie dat Jorica ook al de oproep had gedaan. En de linkjes die zijn enthousiast gedeeld. Maar vooralsnog geen vragen van jullie. Dat kan natuurlijk. Misschien was het verhaal heel duidelijk. Nee, volgens mij niet. Nou, dan wil ik jullie ontzettend bedanken voor je aanwezigheid. En bedankt ook voor het delen van deze kennis. Ik hoop dat jullie het meenemen en ook dat de website bruikbaar voor jullie is. Heel veel plezier verder op dit docentencongres en blijf vooral kennis delen. Dank jullie wel.